Xander. Marleen. Sorry. Ja, dat is Marleen. Waar is Herman? We hebben besloten om eerlijk te zijn. Waarover? Nou, dit is een heel chaotisch rondje Binnenhof. Ja, het is vanwege een chaotische week. Ja, nee, alles loopt door elkaar. Werken, debat. Dus we hebben heel rondje Binnenhof net opgenomen. En dit is de intro. Helemaal dit zit vooraan. Dit zit vooraan. Van rondje 25. Jubileum editie. Zonder Herman. Wat een chaos. Oké. Okay. Nou, eens kijken. We hadden hier gehoord dat hier een leuk toneel voor staat. De sfeer zit er lekker in ieder geval. Hè? Daar naartoe lopen? Ja. Oké, okay, nou. Dag 2 van de Algemene Politieke Beschouwingen. Gisteren al een debat van 14 uur geweest. En vandaag gaan we moedig voorwaarts. We missen nog even Xander van der Wulp. Die is nog aan het monteren, maar die kan any moment komen. We missen Herman. Die is aan het fietsen voor een goed doel. Dat stimuleren wij. En verder gaan we hier even wachten. Rutte opvangen. 3 uur journaal doen. En kijken wat de dag ons gaat brengen. De zorgcommissie is opgebouwd, niet voor niets gemaakt. Dus misschien moeten we daar gewoon zorgvuldig naar kijken. En volgens de regels van de wet die we met elkaar hebben afgesproken, handelen. 3 uur waarschijnlijk weer. En tijdens de schorsing moeten we even zitten hebben. Ik ben alleen bang dat hij naar de lunch gaat. Arjan, waar gaat hij er dan uit? Daar? Normaal gesproken sta je daar het beste. Hallo lieverd. Ja, ik heb 3 camera's om me heen. Schrik niet. Nee. Jij doet tegenwoordig een rondje binnen of alleen? Of niet? Ja. Want, ja. Met jou? Nee. Dit is Albert. Ja, vervanger van de vervanger. Ja, leuk. De allerleukste collega van de NOS en Royal Reporter. Ja, dus we gaan het nu hebben, special edition over de koning, toch? Of niet? De troonrede. Ja, daarom is het. Wat viel jou op? Wat viel mij op? Ja, hij maakte wat versprekingen. Jij stotterde, hè? Hiervoor komt vanwege grote buitenlandse thema's. Stel, vanwege grote binnenlandse thema's, maar die rechtsstaat, Nederlandse rechtsstaat, staat onder druk. Om onderwijsachterstanden in te lopen die in de coronapandemie zijn ontstaan. Oké, okay, jij gaat ook Rutte opvangen, toch? Ik heb eigenlijk geen idee wat ik hier kom doen. Ja. Nee, ik ben hier naartoe gebonjourd, dus ik heb het zweet nog op mijn voorhoofd staan. Ik ook. Ik ben de hele dag aan het fietsen en rennen. Maar, jij hebt ook een camera. Als je hier Rutte toevallig ziet, ik ga aan de andere kant staan, want ik goed. Kreeg een tip dat hij een nieuwsport gaat lunchen. Oké? Okay? Nou. God, ik ga hier meteen weg. Dag! Marco, ik hoorde dus dat Rutte ergens anders gaat lunchen. Dus we gaan even via de achteruitgang. Dat gaan we opvangen. Kameraden, Nieuwsport. Ja, Nieuwsport. En dat komt hier in. Ja, dus dan kunnen we. Oh, ik denk dat wij hier achter moeten staan, hè? Volgen dus al de hele dag dit debat. En aan het begin van het debat kwam er dit nieuws: de zorgsalarissen gaan omhoog. En dat was iets wat de Tweede Kamer al de hele tijd wilde. Maar de grote vraag is: wie gaat dat betalen? Nou. Het kabinet zegt, dan gaat de zorgpremie voor iedereen met 13 euro per jaar omhoog. En daar zijn ze hier binnen niet zo blij mee. Ze zeggen, ja, dat moeten de bedrijven gaan betalen. Nou, we gaan daar Rutte even wat over vragen. Dat is toch wel interessant. Rondvrezen. Kijk uit, er staan hier allemaal camera's. Ja, zeg maar. Waar wacht je op? Rutte. Allereerst de heer Omtzigt, oh, dan kom. De heer Eerdmans, dan de heer Dassen, dan de heer Asserkamp. Nou. Jezus. Maak daarna het beleid erbij. Vlakbij mijn woning een windturbine komt van, hou je vast, 265 meter hoog. Dan de heer Dassen van Volt. Voor de klimaat- en energietransitie komt te spreken over kernenergie. One eternity later. Rutte deze kant, richting ministersbanken. Is hij weg? We waren aan het wachten op Rutte. Wie komt er aan? Ik. Ja. Het is heerlijk hier. Moet jij even een zinnetje om? Is dat een idee? Ja. Hier, daar is hij. Deze is Rutte. Hier Rutte. Nee, helemaal niks zeggen? Nee, ik wil echt even afdoen. Yes. Arjen. Gaat echt niet. We gaan naar de pop-up. Nieuwsport. Oh. Pop-up. Willen we Marijn eens even iets vragen? Ik ga dus tijdens dit interview piepen krijgen. Waar moet jij dan naartoe? Daar. Ga Marijn toe. Ah. Het lijkt wel op dat er iets met uw motie gaat gebeuren. Gedeeltelijk gaat er iets mee gebeuren. Ja, dat is precies. Dat is natuurlijk ook gelijk het probleem. Kijk, het is goed nieuws dat die zorgsalarissen omhoog gaan. Dat willen niet alleen wij, dat wil een groot deel van de Kamer, wil een heel groot deel van Nederland. De Tweede Kamer heeft natuurlijk ook bijgezegd hoe we dat gaan betalen. En het is één principieel, want het gaat hier om een demissionair kabinet. En een Tweede Kamer die natuurlijk niet demissionair is. Dus het demissionair kabinet moet dat gewoon uitvoeren. En twee, het is ook wel principieel, omdat dit
een rekening betrof die wij neer willen leggen bij de grote bedrijven met wie het goed gaat. Ja. En dat willen we ten goede laten komen van de zorg. Ik hoorde u op Prinsjesdag voor het eerst zeggen, misschien nieuwe verkiezingen? Ja, maar dat heeft precies alles hiermee te maken. Wilders komt nu met de motie. Gaat u die steunen? Ons voorstel, ik zal de heer Wilders verzoeken om die motie als laatste op de avond in stemming te brengen. Zodat wij kunnen kijken wat, met de rest wat partijen gaan doen. Ja. Of we wel gewoon hier serieus wat kunnen betekenen voor Nederland. Of dat de hakken in het zand blijven en de boel geblokkeerd en getraineerd worden. En dan zeggen wij, dan steunen wij ook de motie. Aan het eind van de avond, u kunt ons volgen wel, dit wordt pas later uitgezonden. U komt... Kunt ons wel, u kunt ons wel vertellen wat u uiteindelijk gaat doen. Dan gaat u met die motie mee. Nee, maar dat kan ik niet. Nee. Oh, sorry. Dat laten we daarvan afhangen. Oh, ja. hoe dat gaat. Oké, okay. Nou dan ben ik benieuwd. Dank u wel. Nou. Ga ik even naar Marleen kijken. Doe dat. Ook, ik ken een oortje, ja. Hoeveel geld daar precies vanaf gaat, dat zal vanavond duidelijk moeten worden. Nou, dat was in eerste instantie wel de wens van de Tweede Kamer. He, verhoog de salaris in de zorg, maar laat bedrijven daarvoor betalen. Yes, stoppie. Goed hoor. He, is toch knap? Zo'n lang debat, zo eenvoudig samengevat. Zo, past dat dan? Nee. Nou, gezellig. Wulp, we zijn met z'n tweeën. Ja, wat is Herman aan het doen? Aan het fietsen. Voor een goed doel, ik heb al gezegd. Een goed doel, dus toen vonden we het goed. Dat vinden we goed. Vorige week... hadden we al opgenomen, toen gebeurde er ineens van alles. Hier. Dat is leuk, hè? Vond je het leuk? Nou, het was een spannende... Ja, het was spannend, ja. Dit pand heeft nu ook voor het eerst de historie meegemaakt. Kaag. Vertrokken. Weg. Hadden we dat zien aankomen? Ja, wij zagen het aankomen. Nee, we zagen die aankomen. Hebben we dat vorige week toch al... Het ging allemaal heel snel. Toen Kaag wegging, heb ik eigenlijk alleen zitten kijken naar Bijleveld. Die links achter haar zat. In beeld. Toen dacht je al, wat gaat zij doen? Ja, ze had al 's middags gezegd, ik blijf zitten, maar dat zorgde voor een hoop problemen voor haar. Ja, dus een dag later, vrijdag, ik moest weer werken. Ik dacht, nou, dit wordt dan misschien een rustige dag. Dacht je dat? Dat zit er niet in deze tijd. Boom. Bijleveld weg. En wat was nou opvallend aan dit verhaal? Dat Kaag hier binnenkwam donderdag en niet aan haar had verteld dat ze ging opstappen. Ja, dat dus zag je aan het hoofd van Bijleveld. Ja, dat zag je aan het hoofd van Bijleveld, maar je hoorde het ook hier, want wij stonden hier toen met allemaal journalisten. En al die spindoktoren van Fem, al die partijen, zeiden nee, Kaag gaat echt niet weg. Als ze dat wel doet, dan worden we altijd even gebeld. Nee. En toen stond iedereen... Maar Rutte was wel gebeld, geloof ik, maar die had het niet doorverteld. En ja, toen weekend? Nou, had je eindelijk weekend? Ik had een heerlijk weekend, jij minder. Ja. Waar stond jij eigenlijk het hele weekend? Ja, een beetje in de bosjes. Je dacht, dat is een mooie snelweg. Ja, ik hoor jullie. Vorige week... wat een toestand. Landgoed Zwaluwenberg. Ah. Militair terrein. De formatie had zich daar naartoe verplaatst. Wat me dan toch wel teleurstelde, is dat ze dan toch niet aan de en de of vraag. De hoe en de of vraag. De hoe en de of vraag, wat bedoel je? Hoe en de of vraag. Toch? Dat is de... Nee, of en hoe. Er moest gekeken worden naar of en hoe. De opdracht is of en hoe. Of en hoe je uit deze drie partijen... Ik zei of en hoe, die vraag hebben we nog niet beantwoord. Je denkt, ja, de of en de hoe vraag. Daar begin je toch mee? Wat me totaal niet interesseerde, maar wat ze wel de hele tijd kwijt wilden, is dat het een goed gesprek was geweest. We hebben een aantal uitstekende gesprekken met elkaar gehad. We hebben heel intensief gesproken. We hebben intensieve, goede gesprekken gevoerd. Goede gesprekken gehad dit weekend. Ja, dat vind ik de hele tijd wel. Dat horen we nou al 6 maanden. Mogen we het ook heel even hebben over de outfits? Zeker. Oké. Ik vond dit t-shirt... Ja, super dry. Super. Jij hebt er ook zo eentje liggen, of niet? Dat je die even aan moeten doen. Had ik, ja. Voor onze intro. Hij ligt wel in de auto. Nee! Maar goed, oké, dat terzijde. Ja, en toen hebben ze dus alles eigenlijk over deze week heen getild. Volgende week pas weer bij Remkes. Toch is er optimisme over die formatie. Ja? Ja. Bij wie? Bij Rutte. Ja, maar waar baseert hij dat op? Is toch gewoon bluff? Ik denk ook dat het bluff is, maar ik denk dat ze erachter zijn gekomen dit weekend, dat minderheidskabinet, dat wordt allemaal best ingewikkeld. Dat is een belangrijke constatering geweest, ja. Dus we gaan gewoon met GroenLinks en PvdA.
Ja. Okay. Hoe was jouw Prinsjesdag? Dat is echt zo'n Herman-vraag. Waar was je? Ik zag jou midden op straat staan. Ja, midden op straat. Waarom? Wat deed je op straat? Busjes kijken. Je ziet ze net vertrekken, Rob. De allerlaatste busjes. Van Kamerleden die weggingen. Ja. Nou, dus ik stond op straat, achter busjes aan te rennen. Maar, Nou, moet je mij af en toe een vraag terugstellen. Oh ja. En wat, Herman is er niet. Okay. En wat heb jij eigenlijk gedaan op Prinsjesdag? Leuk dat je het vraagt. Mijn dag begon heel erg slecht. Waarom? Nou, kijk maar even. Ja. Ik zag je al een beetje mokken. Ik had dus een koffiebeker met een te grote deksel. Ja, dat is heel En ik moest de hele dag allemaal dingen doen met camera's erbij. En ik had geen reserveshirt. Maar je zat wel 4 uur op de radio. 6,5. Met visual radio. En toen werden we, ja, we waren toch wel een beetje somber van die troonrede. Weet je wat de 3 grootste problemen zijn? Woningmarkt, klimaat. Ja. Stikstof? Nee. Gaat een half miljard naartoe. Criminaliteit? Veiligheid. Ik kwam er overal in terug die dag. Hoe kan je nou niet aan de... Lieverd, ik ben vandaag met 5 verschillende onderwerpen doorgewegen, hoogzwanger. Mag ik heel even? Ja. En toen zaten we dus een beetje sombertjes die Prinsjesdag te analyseren. En toen kwam Mark Rutte langs. En was Rutte dan was Rutte net zo gedeprimeerd als jij? Nee, Rutte was niet gedeprimeerd. Ik bedoel, hij ondersteunt de, ik word even hardhandig. Een hele harde klap op je rug. Ja, de demissionair premier, ja, ik zag het. Intimidatie, maar dank voor het hier aanschuiven, meneer Rutte. En succes de komende dagen met de algemene politieke beschouwingen. Ja. Maar dan loopt hij dus naar buiten en dan gaat hij naar de tv-uitzending. En daar is het ook meteen weer tegen Wopke Hoekstra. Hey, demissionaire premier. Ik ben Ja, dag meneer Rutte. Goedemiddag. Ik heb dus wel het gevoel... Dat hij het echt leuk vindt. Ja, dat hij het echt leuk vindt. Ja. Hey, dank u wel voor de komst. Hoi. Box. Maar ik denk dat het dus wel ergens zijn kracht is. Nou, ik zou zeggen het was jaren zijn kracht, maar de rest trekt het eigenlijk niet meer. Maar, we zeggen wel, Rutte is misschien kwijt, hè? Zijn mojo, maar die is nu, wordt er weer een deal gesloten. Ja. Oké, zullen we gaan kijken? Zullen we even kijken? Een deal in de maak. Ik denk dat ze daar... Sander, leg nog heel even uit waar we nu naartoe gaan. 4e verdieping, VVD. En dan wordt het, als het goed is, wordt er hier ergens nu gesproken over wat aan het eind van de dag de uitkomst van het debat is. Dus ze gaan nu met elkaar bespreken welke moties ze met elkaar kunnen indienen, hè? Ja, die steun kunnen krijgen van een brede midden. Oh, kijk uit. Dit is de VVD-fractiekamer. Hé, kijk, daar zijn jullie. Zit Albert in de papierbak. Zij gaan nu bedenken wat Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan steunen. Ja, onder andere en wat ze zelf natuurlijk ook willen. Zonder hun te vragen. Nou, ze hebben natuurlijk wel gehoord hoe het in het debat zit. Hè? Dus ze weten ongeveer wat ze op moeten schrijven. Maar ze hebben niet gevraagd, kom erbij zitten en schrijf mee. Nee, want ze weten dat die partijen dat niet doen. Gaat er dan niemand met die motie even langs bij Ploem en Klaver? Ja. Misschien dat er even gebeld wordt. Oké, okay, we gaan even kijken. Oké. Staat er één iemand op? Ah, nee, toch niet. Xander, ik denk eigenlijk dat dit nog wel even gaat duren, want dit zijn de financiële jongens, die moeten natuurlijk door alles heen lopen. Oh, die zijn van de details. Ja, dus ik denk dat wij even daarin gaan. Doe succes. Ik blijf het zo. Nee, wat is dit? Sinterklaas. Dit meen je niet. Wat geweldig. Oh. Maar doe maar snel in die doos, de Sint. Okay. In december mag die er weer uit. Het is wel toepasselijk, hè, Sint? Met het, op de achtergrond wordt het belastinggeld verdeeld, cadeautjes uitgedeeld. Alles is toch leuk? Weggegeven. De zak van de VVD. Zullen we dat nog even uitleggen met dat miljard euro? Er is dus een zak geld van het VVD. Van de VVD. Dat is dus dat voormalige dividendgeld. Ze zeggen, ja, wij hebben het ooit gekregen in de onderhandelingen om het aan de bedrijven te geven voor de afschaffing van de dividendbelasting. Maar het is ons belastinggeld. Leuk punt. Dat vinden heel veel andere partijen ook. Ja. Dus dat geld, dat wordt nu gezegd van jongens, als jullie een goede bestemming weten, go for it. Maar uiteindelijk gaan deze jongens daar dus weer een motie over bedenken waar dat naartoe moet. Al die eisen die we hebben gehoord, die kosten miljarden. Ja. 1 miljard is niks. Het is net zoals dat je een kind vraagt om 10 euro en jij zegt
Nee, maar ik heb wel 50 cent. Ja. Nee, het is geen goede vergelijking. Hi. Ben je al gewend aan het pand? Ja. Je kleurt helemaal bij het pand. En daarom, ik dacht ik ga vandaag voor geel, zodat ik een beetje bij de muren kleur. Kijk. Kijk, ik blend helemaal. Ja. Oké, okay, wat... Wilp, wat vond je ervan? Ja, weet je, we kunnen nog geen eindconclusie trekken, want het debat loopt nog. Ik denk dat aan het eind van de dag er 6 partijen zijn in het midden. Dus dan doen PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie nog een beetje mee. Dat ze zeggen, oké, okay, die begroting voor volgend jaar, dat moet dan maar zo en zo en zo. Ja. Maar voor de formatie vind ik het allemaal nog lastig, hoor. Ja, maar ik denk dat we volgende week een rondje Binnenhof wel weer een update over de formatie kunnen geven. Een betere? Ja. Maandag gaan ze weer praten, er is een soort van optimisme, of niet? Komt Herman volgende week weer? Ja, kijk, nog een in het geel. Als Herman komt, dan... Dat past helemaal bij de omgeving. Dank voor het kijken. Een beetje chaotisch deze week, maar we zijn nog hard aan het werk. Tot de volgende week. Leuk dat je keek. Nou, dan gaan we nu de intro opnemen. Oh, een intro. Dan gaan we nu de intro opnemen. Dat doen we even ergens anders. Beneden in de hal kan. Beneden in de hal.